Zeg, Timo was de plaat is even kapot, maar ik heb hier wel Tokyo Hotel met een nieuwe single. Is dat ook goed? Ja. Ja, tuurlijk wel, uiteraard wel. Hey, Timo Descamp. We zullen hem morgen eens draaien of zo, bijvoorbeeld. Is het goed? Oké, dat is goed. Zeg, wat vind je zo bijzonder aan Timo Descamps? Ik vind hij een hele goede acteur, eigenlijk. Ja? Ook een hele goede zanger. Sophie, waarom zit jij te lachen? Het is wel Timo Descamps. Een goede acteur, een goede zanger, maar misschien wil je ook wel eens gewoon in zijn broek zitten. Nee, je mag dat daar eerlijk nee, dat is zijn. Niet Stefanie. Zou je graag eens in de broek van Timo Descamps zitten? Nee, dat is niet. Timo Descamps, tuurlijk niet. Helemaal niet. Dat is een beetje nog hygiënisch. Oké, maar dat is goed. In orde. Sorry voor Sophie, hoor. Dat is niet erg. Sophie Aardos. Studio Brussel. Studio Brussel. De grote Peter van de Verre ochtendshow.be. Zeg je nu van Descampi dat jij in zijn broek? Ah, maar dat is een jong fris meisje. En Timo Descampi is een jonge, minder frisse jongen. Oké, vandaar. Oh, dan... En ze wil. Als ik nu een plaatje zou aanvragen van Justin Timberlake, dan is dat maar om één reden. Nee, twee redenen. Oh, ik vind zijn plaatje leuk en ik wil wel eens in zijn broek zitten. Ah, Sophie!